Je ziet dat, dat zie ik dus helemaal niet. Waarom versterkt dat ding niet, joh? Even kijken hoor, want dit klopt niet. Hi, en goed dat je kijkt. Weet jij hoe het precies zit met versterkers? Vermogen, bandbreedte, filtering, minder dB-punten, ingangsgevoeligheid, slew rate, audiotechniek. En we gaan testen en meten, dus dan hebben we het over elektroakoestiek. In een aantal video's laat ik je zien hoe je verschillende versterkers kunt testen met behulp van meetinstrumenten. Voldoet je versterker wel aan de specs in de datasheet? Ook bekijken we de versterkers van binnen, hoe is de opbouw en welke bijzondere componenten zijn gebruikt. Verder service manuals, schema's, datasheets en simulatiesoftware. Plaats je vragen of opmerkingen in de comments en abonneren is fijn. En in deze video dus iets over het begrip slew rate. En slew rate zegt iets over in welke mate de uitgang van een versterkertrap het ingangssignaal kan volgen. Dus het gaat over snelheid, het gaat over frequentie, het gaat over bandbreedte. Nou, bijvoorbeeld deze TDA 2030, die heeft een slew rate volgens de datasheet van 8 volt per microseconde. Dus dat betekent dat als het de uitgang 8 volt sprong maakt, dat die versterker daar dan 1 microseconde over doet om dat te kunnen volgen. En dat gaan we zo meteen ook meten en zichtbaar maken op een oscilloscoop. En die slew rate die kunnen we ook berekenen. Laten we eens even kijken. Nou, de slew rate van zo'n systeem, van een versterker, die is gedefinieerd als 2pi maal de bandbreedte maal de maximale spanningssprong aan de uitgang. En voor een TDA 2030 betekent dat, ja, die heeft een slew rate van 8 volt per microseconde. Dat kun je opzoeken in de datasheet. En als we dit gaan invullen, dan komen we uit op een slew rate van 2 maal pi maal de bandbreedte in hertz, 20.000, pak ik eventjes, audiofrequentie, maal de maximale spanning. Nou, laten we zeggen een spanningssprong van 15 volt is wel redelijk. Dan komt daar een enorm getal uit. Dit is de slew rate van volts per seconde. Maar als we dit door 1 miljoen delen, doe het even zo, bij gebrek aan een exponententoets, dan kom ik uit op een getal 1,88 volt per microseconde. 1,88 volt per microseconde. Ja, dus die bandbreedte die je nodig hebt, die 20 kHz, die haal je gemakkelijk met zo'n TDA 2030. We kunnen de berekening ook omdraaien. Wat is nou de maximale spanningssprong die je kunt maken als je inderdaad met die TDA een slew rate hebt van 8 volt per microseconde? Nou, dat betekent dat je die spanningssprong gaat maken en die is dan de slew rate natuurlijk gedeeld door 2pi maal de frequentie. Is 8 gedeeld door 2pi maal 20 maal 10 tot de macht 3. Nou, dat heb ik al even uitgerekend. Daar komt ongeveer uit een spanningssprong van 63,9 volt. Dat is dus een enorme sprong. Dat betekent dat die 8 volt per microseconde in principe ruim voldoende is om goed audio te kunnen afspelen. Ander probleempje is als de slew rate heel erg hoog wordt. En er zijn wel systemen waarbij je dat nodig hebt. Hè? Dus als je een hele hoge slew rate hebt, slew rate zeer groot. Denk bijvoorbeeld aan een TL-1818. Die heeft een slew rate van maar liefst 2500 volt per microseconde. Dat is bijna onvoorstelbaar. Hele specifieke eisen worden gesteld aan zo'n opamp. En dat is natuurlijk belangrijk bijvoorbeeld bij hoogfrequent dataverkeer. Het is belangrijk dat als je dit gebruikt in een versterker, die hoge waarde, ja, dat je versterker, je audioversterker, eigenlijk een soort van radioontvanger wordt. Want als we de frequentie gebruiken van pak een beet een AM-zender met een frequentie van 600 kHz, dat valt dus gewoon in de AM-band, en een spanningssprong van 20 volt, dan zou je dus al een slew rate hebben van 2pi maal 600 maal 10 tot de macht 3 maal 20. Dan kom je al op een slew rate uit van 75 volt per microseconde.
En dat is dus helemaal niet zo ondenkbaar. Dat is niet een superhoge waarde. Het betekent in dat geval dat je ook weer allerlei maatregelen moet nemen om niet hoogfrequent signalen te ontvangen en te versterken met je eindtrap. Goed, tot zover de theorie en we gaan deze nu aansturen met een blokgolf en op de oscilloscoop eens kijken wat die doet. Oké, de TDA 2030 is aangesloten, de volumeregelaar staat op maximaal en er zit een proop aan, die staat op maal 1 uiteraard. En dit zijn dan de signalen waar we in geïnteresseerd zijn. En het gele signaal is het ingangssignaal met 1 volt per divisie. Het blauwe signaal is de uitgang van de versterker met 5 volt per divisie. Dus dit is ongeveer een versterking van een factor 5. En je ziet dat er met een blokgolf van 1 kHz wordt aangestuurd en dat de uitgang die ingang keurig volgt. Dus de flank van de uitgang is even steil als de flank van de ingang. Dan gaan we de frequentie opvoeren, kijken wat er gebeurt. Dus het gaat er nu om of we kunnen zien of de uitgangsflank inderdaad de ingang kan bijhouden. Nou, je ziet dat het hier al wat minder wordt. En je ziet hier ook dat die flank een bepaalde tijd nodig heeft om van het lage naar het hoge signaal te komen. Nou, dit is nog niet heel spectaculair bij 10 kHz. Dus we gaan de frequentie een beetje opvoeren. En dan eens kijken hoe die versterker gaat reageren. Ik zet hem even wat extreem naar 50 kHz. Scope aanpassen. Je ziet dat de generator ook al een beetje moeilijkheden krijgt, maar vooral de uitgang heeft het moeilijk. En je kunt hier al heel duidelijk zien dat er sprake is van een rise time, een stijgtijd, en een fall time, een daaltijd. De slew rate kunnen we hier ongeveer aflezen. Dat is een beetje schatten natuurlijk. Ik zal de uitgang wat groter maken. En de slew rate die wordt bepaald door de steilheid van deze flank. En dan kijken we naar het gebied waarbij we vanaf 10% naar het signaal kijken. Dus alle rommel hier onderin, daar kijken we niet naar. En we kijken tot 90% van het signaal. Dus alle rommel die hier ontstaat, ja, er ontstaan vaak oscillaties, gedempte oscillaties. Dat moeten we ook allemaal niet meemeten en dan houden we een soort van zuivere flank over. En als we bij 50 kHz kijken, hè, dan zitten we al een beetje aan de uiterste randen van deze versterker. Dan zie je ook dat de stijgtijd al behoorlijk groot wordt. De versterker zelf wordt ook warm, want de uitgangstransistoren, ja, die staan eigenlijk voortdurend open vanwege die hoge frequentie. En we hebben hier te maken met een spanning van 2 volt per divisie. 2, 4, 6, 8, 10 volt is ongeveer de stijgwaarde. En de periodetijd is 20 microseconden over 10 divisies. Dat betekent 2 microseconden per hokje, per divisie. En als we dat uitrekenen, 10 volt over 2 microseconden, dan komen we dus uit op ongeveer een slew rate van 5 volt per microseconde. Ik draai de frequentie weer terug, want anders verbrandt mijn versterkertje. En tenslotte kijken we nog even bij 20 kHz. Even kijken, 10 x 2 is 20 kHz, autoset. Dat is dus de bandbreedte die hij gemakkelijk aan moet kunnen. Dan kunnen we dit nog een beetje proberen uit te vergroten. En dan gaan we kijken wat nu de slew rate is. En de scope is nu ingesteld op rising edge. Dat betekent dat de rise time wordt berekend door de scope zelf. Ik heb hier een rise time van 1,40 microseconden over een piekwaarde van 2,92 volt. En daaruit kunnen we natuurlijk weer de slew rate berekenen. Als we die twee waarden op elkaar delen, 2,92 gedeeld door 1,40 microseconden, dan komen we uit op een slew rate van 2,1 volt per microseconde. En dezelfde meting doen we met de Pioneer VSA701S, de versterker die je al in de intro zag. Hier is ook alles weer ingeregeld op 1 kHz en we gaan eens even wat golfvormen bekijken. En ook hier weer is de apparatuur afgeregeld op 1 kHz. En je ziet het ingangssignaal bij 1 volt per divisie, uitgangssignaal 10 volt per divisie. En de volumeregelaar staat op een min of meer willekeurige stand. Eerst maar eens even kijken of we die slew rate goed in beeld kunnen krijgen. Nou, bij 1 kHz valt er eigenlijk niks te meten, want die slew rate haalt dat makkelijk. Dus laten we eens even overgaan naar 10 kHz. En dan zien we al iets gebeuren in het signaal inderdaad. Dus we kunnen hem hier al op de rising edge zitten. Dan kan hij zelf die tijd meten.
En dan is de rise time 3,8 microseconden bij een sprong van 2,56 volt. We kunnen de frequentie nog wat ophogen. Dus laten we eens eventjes naar 50 kHz gaan. Nou, dan zie je dat er van het signaal eigenlijk helemaal niks overblijft. Ook de functiegenerator wordt natuurlijk zwaar belast door de ingang. En aan de uitgang, ja, daar is eigenlijk geen sprake meer van het volgen van het bloksignaal. Dus de vervorming is hier wel heel erg groot. Bijna een zinloze meting. Laten we nog even naar 20 kHz gaan. Wat presteert hij dan? Dan zit hij op 4,8 microseconden bij een sprong van 2,56 volt. Dus die slew rate valt eruit te berekenen. En de Sansui AU2900, die gaan we ook even aan de tand voelen. En je ziet het signaal al op de scope staan. Dus even van dichtbij bekijken. En ook nu gaan we weer meten bij 1 kHz, standaard meetfrequentie. Kanaal 1, de ingang staat ingesteld op 1 volt en de uitgang staat ingesteld op 10 volt per divisie. Die is twee keer zo groot, er zit een fikse spanningsversterking in. En het uitgangssignaal volgt gewoon keurig het ingangssignaal. Dus hier is geen enkele sprake van een beperking ten aanzien van slew rate effecten. We gaan dus even naar 10 kHz. Frequentie aanpassen en dan zie je al wat gebeuren. Nog niet zoveel moet ik zeggen. Dus we gaan de frequentie maar eens even verhogen naar 20 kHz. En bij 20 kHz zie je al aardig wat effect verschijnen. We zien hier een spanningssprong van ongeveer 10, 20, 30, 40, 50 volt. Dus binnen die 10 en die 90% waarde zitten we dan pak een beetje op 45 volt. En de tijdsprong die bedraagt 45 microseconden per periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 divisies duren één periode. Dus het is pak een beet 4 microseconden. En dan kom je uit op ongeveer een slew rate van 11 volt per microseconde. Even doordraaien naar frequentie waarbij de zaak echt in de problemen komt. Nou, deze doet het beter dan de Pioneer. Dus ik zit nu al op 50 kHz en je ziet nog heel duidelijk dat er een sprake is van een bloksignaal. En de slew rate die is natuurlijk nu wel veel en veel kleiner geworden. Al met al presteert deze oude analoge vintage versterker heel erg goed als het gaat om slew rate. En dat dan over slew rate bij audioversterkers. Heb jij vragen? Plaats in de comments. Abonneer is leuk en ik zie je in een volgende video.